你好，欢迎是小小魔术花，你好小花娜。Welkom. Ja, we zijn er weer. En met een theaterles dansles. Ja, waarom zijn we hier? Omdat het corona is. En de coronatijd, waar is het begonnen? China. En in China komen heel wat vechtsporten voor. Je zag mij er net al bezig met de kung fu hocha. Ook wel betekent het vaardigheid. 1500 jaar geleden werd het beoefend in China en het wordt nog steeds gedaan. Maar we hebben ook de Tai Chi. Juist heel rustgevend en beheerst voeren zij allerlei verschillende soorten vechtsporten uit. Nou, ik ga jullie meenemen, maar eerst transformeer je eventjes snel tot iemand. Ik heb de badjas omgedaan. Om mijn hoofd, dus pak eventjes snel iets wat in de buurt ligt, een theedoek, een sjaal, whatever. En maak je tot een krijger. Ja? Oké, ik ga tellen. 10. Was er zo'n 7. Was er zo'n 8. Was er zo'n 6. 4. Wordt het zo'n 3. Woehoe, zo'n 1. Oké, ik hoop dat jullie nu allemaal ook lekker omgedraaid zijn tot een of andere wassershow. We gaan even beginnen met Jabbertalk. Ik ga jullie een vraag stellen en ik wil heel graag dat jullie die beantwoorden in het Chinees. En ik spreek geen Chinees of geen Mandarijn, een dialect van het Chinees. Maar wat is belangrijk? Korte klanken en klein beetje handbewegingen erbij. Kort en krachtig. Ja? Mijn eerste vraag aan jullie. Hoe gaat het met je? Nou, ben benieuwd. Laat me horen. Oké. Gaan we voor de tweede vraag. Ik vroeg je, wat vond je van de persconferentie dat je dus wel weer een halve dag naar school mag, maar waarschijnlijk nog geen theaterles mag krijgen? Het gaat goed. Die handgebaren die mogen erbij, hè? Maar je mag jezelf dus ook echt een beetje omtoveren tot de Aziatische cultuur. Nou, daar gaan we. Vraag 3. Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan? Ook al zit je thuis. Oké. Ja, ga door. Ik wil meer weten. Was je zo goed zo? Ja. Oké. Oeh, dat vind ik wel interessant hoor, dat je dat zegt. Nou, en dan de allerlaatste. Het is bijna Koningsdag. En hoe ga je dat vieren? Ga je ballonnen doen, toeters? Thijs, hoe ga je het doen? Oké. Nou, je kan dus gewoon Chinees jabbertalken. Super goed gedaan. Nou, neem die mee, want tijdens de vechtsport kunnen we ook kreten. Woeha! Cha-cha! Die kan je er gewoon ingooien. Nou, nu ga ik jullie een kleine bewegingsfrase leren. We beginnen met Tai Chi. En dat is heel rustig. Nou, we hebben voor ons gevoel een bal tussen onze handen. En die mag je niet loslaten. En die neem je mee door de ruimte waar jij nu bent. Ja? Dus neem de bal met je mee. En hij is misschien wel van glas, dus wees echt voorzichtig. Goed. Maar die bal kan jij met jouw krachten beheersen. Dus soms kan je er één loslaten om hem dan weer op te vangen. Goed zo. Speel ermee. Mooi. Nou, ga klaar.
klaar staan. Bal tussen je handen. En we gaan naar achter. Stap naar achter. En we gaan terug. Omhoog. Nog een keer. Stap naar achter. Omhoog. Ha. Ja? Ons eerste stukje. Dus bal in je handen. Stap naar achter. Zoveel mogelijk diep. Kom terug. Presenteren, want hij kan ook groter worden. Ha. Dat is mijn kreet. Mag je je eigen kreet erbij doen? Ja, we zijn hier. Ha. Gaan we ons klein maken. Draai hem rond. En verzamelen. Ja? Nou. Vanaf het begin. Ha. Ja? Naar beneden. Hatja. Nou, dit kleine stukje gaan we op muziek doen. En je kan spelen met timing, dus soms iets langzaam of heel erg snel. Maar zorg dat je die denkbeeldige bal tussen je handen hebt, ja? Heel rustig muziekje. Maar klaarstaan. Zie je handen. Washa. Hanya. Hatja. Gedeelte gedaan. En nu neem ik je mee naar de vechtsport. Ja? We gaan kicken leren. Belangrijk is dat je jezelf beschermt. Hand voor je. Hand voor je. En kick. En als je kikt, bescherm je gezicht. Dus achter. Kruis achter. En sta. Gekruiste de arm. Alsof je twee zwaarden voor je houdt. Ja? Kijk. Watcha. Ja. Nu hebben ze in deze gevechten niet te maken met maar één iemand, maar met twee mensen. Watcha. Dus je wil er twee kicken. Dan schop je. Kijk. Kijk. En je duwt ze weg. Vanaf het begin. Watcha. Ha. Watcha. Watcha.
jij. Zwaarden. En je bent heel vaardig, dus je weet precies wat je doet. Dus je hebt controle. Dus het is niet bum bum bum. Nee, het is hotja. En daarom die krachtige spreuken. Want leg maar eens even je hand op je buik. En zo krachtig mogelijk. Hotja! Dat is anders dan. Hotja! Dan denk ik, oh, die zegt hoi. Maar als iemand op mij afkomt en zegt hotja! Dan denk ik, oké. Okay. Ik denk dat ik. Ja, dus gebruik lekker die stem. Nog een keer. Hoi, Sean. Ha. Ha, tja, tja. Goed. Ha, tja. Ja? Nou, dat is deel 1. Dan staan we met onze rug naar me toe. Herhalen we nog een keer. Kruis. Kruis. Ha. Gaat die onderlangs je arm? En dan hakt hij voor stop. Ja? Dus we hebben achter. Achter. Je linkerarm. Goed. Ja? Dan draaien we een rondje. En als je bijna voor bent, doe je een kick. Dus het is een draaiende kick. Ja? Dus we zijn hier. Dus je hebt je jump gedaan, tjok tjok, dan doe je, sta je zij, hoe, ha, naar je knie, ha, ja, wij gaan dat dansen, eerst op een kung fu fighting liedje, misschien dat je ouders hem kennen, en daarna op een vechtmuziek, en dan wil ik jullie uitdagen om hem zo groot mogelijk en zo sterk mogelijk, dus dat je precies weet, oké, hier staat die, dan die, en dan die. Dus je bent heel bewust van je focus. Dat is eigenlijk altijd wel belangrijk in dansen. Dus je moet draaien. Focus. Weet waar je spot. Nou, neem even een moment voor jezelf voordat je dit gevecht aangaat. Opwarming. Pak je tai chi terug. Everybody was Ha!
tjo, ha, tjo, ha, ha, ja. Mooi, sja, sja, mooi, ja. Mooi. Goed gedaan. Je eigen kung fu fighting gevecht met Tai Chi tussendoor. Ja? Nou, ik zou zeggen, maak hem nog wat langer voor jezelf. Want ik was natuurlijk geëindigd beneden. Hoetje. Maar misschien was dat pas het begin. Kwamen je tegenstanders, had je er maar 3. En is het gevecht nu geopend en heb je er misschien wel 100. Laat de muziek lekker aanstaan. En dan kunnen we lekker nog eventjes door met het gevecht. Pak ze allemaal. Kijk om je heen en hotstjajo! Machaja! Goed zo. Hotstjajaja! Hoe? Kijk uit achter je, hotstjajaja! Op je focus. Hotjo, hotjo, ha. En ik wil die kreten van jullie horen. Hatcha. Hotjo, ha. Goed gedaan. Rond het gevecht af. Hotjo, hotjo. Dank jullie wel. Veel plezier en vecht er nog wat binnenshuis op los. Zonder natuurlijk iets te slopen. Hoshashashisha. Ha.